Hey joh mensen, nieuw hier en welkom terug. Op de Queen Games modpack Seizoen 5. Met vandaag aflevering 19 van deze serie hier op mijn kanaal. En natuurlijk, allereerst weer heel erg bedankt. We hebben namelijk op de vorige episode de 154 likes weten te behalen. We gaan dus vandaag gewoon weer 2 Chance Cubes en 2 Chance Isaac Hurricane openmaken. Maar natuurlijk, allereerst eventjes een kleine mededeling. Misschien zagen jullie het net al eventjes in mijn inventory. Ik heb namelijk tussen de episodes door wat Wither Skeletons gekillt. Met dit als resultaat. Echt insane veel bonus gewoon. Natuurlijk komt het allemaal gewoon door middel van mijn loot. Want ja, als ik nu gewoon een Wither Skeleton kill, dan krijg ik echt gewoon gegarandeerd gelijk twee bones erbij. Dus ja, je kan wel een beetje verwachten dat het bones echt gewoon uh, heel erg hard ging. En natuurlijk heb ik ook wat Wither Skeleton skills. Ik wilde er eigenlijk maar drie verzamelen. Maar ineens had ik er echt gewoon bijna twee achter elkaar. Ik had echt ongelooflijk veel geluk. Dus nu heb ik er vier. Helemaal mooi. En ik heb ook nog twee van deze Treasure Bags die we open gaan maken. Even kijken. Laten we allereerst op gaan kijken of we misschien onze inventory een beetje mooier kunnen gaan maken. Of tenminste mooier, wat schoner kunnen gaan maken. Dat ga ik eventjes doen. En dan gaan we zo meteen we kijken wat we natuurlijk vandaag weer gaan doen. Let's go. Zo heb ik dus mijn inventory een klein beetje leeg gemaakt. En dan gaan we nu gewoon vanaf hier gaan we de Uncommon Treasure en de Common Treasure openmaken. Natuurlijk kun je daar gewoon verschillende soorten dingen van krijgen. Ik heb hier inmiddels wat Crush Gems gekregen. Maar je krijgt er onder andere ook Ender Pearls van, Knowledge Fragments van, Dark Gems van. Je krijgt er gewoon kortweg allemaal simpele dingen van die je normaal gesproken gewoon ook in je wereld kan vinden. Maar natuurlijk is het wel gewoon een lekker extraatje. Voor nu. Gaan we gewoon even kijken waar we de hele Wither Battle gaan houden? Want dat wil ik natuurlijk gewoon allereerst gaan doen vandaag. Want uiteindelijk kunnen we met die Wither Battle echt gewoon verder gaan werken met andere mods. Maar, oké, okay, laten we allereerst eventjes dit hierin stoppen. Zo, there we go. En dan gaan we eventjes kijken we dus waar we de Wither Battle willen gaan houden. Natuurlijk gaan we het niet in de open lucht doen. Want dan weet je natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Die Wither gaat namelijk de lucht in vliegen. En die gaat echt werkelijk waar alles kapot maken wat er op zijn pad komt. Daarom wil ik eventjes ergens een mine in gaan duiken. En ik denk dat ik wel een leuk idee heb waar ik dat goed kan gaan doen. Dus. Dus even kijken welke items heb ik allemaal nodig. Natuurlijk heb ik sowieso mijn armor nodig, wat niet al te goed is. Dus de kans dat ik dood ga, is vrij zeker wel 100% door de wither, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, volgende station, de Quarry. Natuurlijk zijn we hier niet aangekomen om eventjes onze oren te gaan bewonderen. Nee, natuurlijk zijn we hier aangekomen voor de allereerste Wither Battle van het seizoen. Dus wat we dan gewoon simpelweg gaan doen, is hier induiken. En dat lijkt echt heel erg gevaarlijk aangezien er allemaal lava beneden zit. Maar natuurlijk gewoon dankzij onze Steam Exosuit Chess Piece kunnen wij gewoon simpelweg hier lekker blijven vliegen. En volgens mij verlies je alleen van het SU als je beweegt. Kijk, als ik beweeg gaat hij volgens mij naar beneden inderdaad. Maar zodra ik gewoon zeg maar gewoon zo blijf hangen kost ons echt gewoon helemaal niks. Dus even kijken, waar gaat mijn keuze opvallen waar we ongeveer de Wither Battle gaan doen? Ik moet natuurlijk nu wel snel een keuze gaan maken, voordat ik zometeen echt gewoon de lava inval, zonder iets te hebben gedaan. Dat zal wel heel erg durf zijn. Oké, okay, maar... Oh, ik zie al Diamond, dat is nice. Dat moet ik zometeen sowieso even gaan pakken. Maar laten we nu eventjes ver weg van de Diamond gaan staan en ook gewoon ver weg van de lava gaan staan. Maar natuurlijk blijft het wel een Wither, en een Wither is altijd best wel... hoe zeg je dat? best wel onvoorspelbaar. Hij kan namelijk dingen opblazen die je helemaal niet opgeblazen wil hebben. Dus ja, we moeten even uit gaan kijken. Hier heb ik ook wat Essence Berry bushes die ik wel mee wil gaan nemen. Maar ik ga eventjes een mooie plek vinden voor onze allereerste battle. En dan gaan we zo meteen beginnen. Zo heb ik hier een mooie plek gevonden. En dan gaan we natuurlijk gewoon hier simpelweg de hele setup neerzetten. Van een wither. Oké, okay, gaan we dit even weghalen. Ik heb trouwens een stone pickaxe meegenomen. Ik heb geen flauw idee waarom. Maar ik dacht van, dan verlies ik in ieder geval geen dingen die waarde hebben. Weet je wel, mocht het gebeuren. Ik ga er niet van uit. Maar ja, weet je, ik ga gewoon niet onnodig dingen riskeren die je helemaal niet nodig heb. Oké, okay, daar gaan we dan. De van nu is de wither gespand. En hopelijk gaat hij wel een beetje rustig aandoen met alle ontploffingen. Oké. Okay. Verder vanaf gaan staan. Nu zie ik hem niet meer. Ja, dan gaat hij. dan gaat hij. 3, 2, 1. Bam. Oké, okay. en dan kunnen we nu gaan beginnen met vechten. Hij zit helemaal klem. Dat is mooi. Dat uh, zie ik graag. En natuurlijk, het begin zal nog wel meevallen qua damage. Maar zodra hij op de helft komt, dan moet hij echt uit gaan kijken, jongens. Kijk, nu dus. Want dan kan hij gaan widderen. Ja, hij is dood. En ik niet. Hij heeft me gewoon niet gewidderd. Oh shit, hier heb ik echt heel veel mansel aan. En natuurlijk ging het me niet eens zozeer om de Netherstorm, want ik heb nog een extra Netherstorm. Maar het ging me vooral om dat rode dingetje daar zo, namelijk de Division Situal. En met deze Division Sitchel kunnen we natuurlijk gewoon er zometeen voor gaan zorgen dat we Cursed Earth in elkaar kunnen gaan zetten. Heb ik allereerst wel Silk Touch voor nodig, dus dat moet ik nog wel even gaan regelen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Voor nu gaan we veilig terug naar boven toe, en ik ben echt. Super erg voor de jongens dat ik niet dood ben gegaan Ik had echt gewoon verwacht dat ik door het wither Dat ik er alsnog dood zou gaan Dan weet je wel dat de loot op de grond ligt dat je hem eigenlijk al hebt gekild, Maar dat ik daarna alsnog sterf door het wither Maar dat is allemaal meegevallen Oké okay, terug naar boven toe Oké, okay, het begint al nacht te worden. Dus moeten we moeten wel een klein beetje op gaan schieten. Anders moeten we weer opnieuw een nacht gaan wachten. Wat ik dus allereerst eventjes wil gaan doen is het volgende: Ik wil namelijk allereerst een Tinker's Construct Tool in elkaar gaan zetten. En die hoeft helemaal niet echt super moeilijk te zijn of zo. Namelijk echt gewoon een zeer basic tool die we heel snel in elkaar kunnen gaan zetten. Wat ik al zei, anders moeten we weer een nacht wachten zometeen. Daar heb ik niet al te veel zin in. Dus voor nu gaan we gewoon lekker een shuffle in elkaar zetten. Daar namelijk ook even niet moeilijk over doen. We doen gewoon even zo. Huppakee. En dan gaan we hier gewoon simpelweg Silk Touch op zetten. Dit gaan wij doen aan de hand van de volgende materialen. Namelijk Namelijk aan de hand van wat silk, oftewel wat strings. En aan de hand gewoon simpelweg van wat emeralds. Even kijken, moeten we denken waar ik mijn emeralds heb geraten. Maar die zitten waarschijnlijk gewoon niet beneden in de chest. Even kijken, ik heb hier twee. En dan eentje heb ik als het goed is voldoende. Oké, okay. en dan gaan we dit gewoon simpelweg in elkaar zetten. Emerald in het midden en die gaan we combineren met dit. Kijk eens, doe ik het nu goed? Ik doe het helemaal niet goed. Ik heb namelijk ook nog wat gold oor nodig, tenminste wat gold nuggets nodig of deze gold coins nodig. Kan allebei. Zo, deze pakken we erbij. Die omringen we wel met string. Geeft ons vier van deze silky clothes en deze silky clothes gaan we gebruiken in combinatie dus met de emerald. Zo, silky jewel, helemaal mooi. Oké, okay, dan gaan we deze natuurlijk gewoon op onze shuffle zetten. En het is nu echt een heel erg rare combinatie. Namelijk echt gewoon de slechtste tools die je maar kan verzinnen. En dan wel met een modifier erop. Maar het, ja, het is even niet anders. Zo, die plaatsen we daar en die daar. Mooi. En dan heb ik hier een mooie Silk Touch Shuffle. En voor nu wil ik even iets in table gaan pakken. En natuurlijk ook wat redstone erbij gaan pakken. Ik wil namelijk gewoon hier zo mee de division schedule gaan activeren. En als het goed is heb ik natuurlijk heel veel enjumment tables verzameld. Aan de hand van die uh, chance cubes. Zo dan lijkt dit me wel een geschikte plek om zo met een ritual uit te gaan voeren. Ik ga het waarschijnlijk niet halen in deze nacht. Dus dan moet ik het eventjes opschuiven naar de volgende nacht. We kunnen wel vast gaan beginnen. Want je ziet namelijk al dat hij nu namelijk een gloed om zich heen heeft. En zodra de vision setje gewoon zeg maar van een gloed voorzien is. Dat betekent namelijk dat het middernacht is. Dat je hem kunt gaan gebruiken. Maar wat we voor nu gaan doen is gewoon heel erg simpel. We gaan namelijk de enjambment table neerzetten. Die plakken we gewoon hier op de grond neer. En je moet eigenlijk gewoon simpelweg een aantal eisen gaan voldoen. Die eisen kun je gaan oproepen aan de hand van shift muisknop op het altaar. Ik denk dat de meeste mensen nog wel weten hoe je dit allemaal moet gaan doen. Maar kijk, je ziet al een aantal punten die gewoon helemaal kloppen. Ik moet namelijk de maan kunnen zien. Hij moet gewoon zeg maar op een natuur, natuurlijke, ja, natuurlijke aarde staan. En in dit geval is het natuurlijk gewoon een grass block. En vervolgens heb ik ook nog gewoon darkness nodig. Is het ook, want het is natuurlijk gewoon nacht. En de tijd is gewoon goed. In dit geval dus middernacht. Dat moet per se zo zijn. Het kan niet op een ander gedeelte van de nacht. Kijk, je ziet u dus al. De gloed is er vanaf. Middernacht is voorbij. En dan kun je hem dus niet meer gaan gebruiken. Dus je hebt echt maar enkele minuten om het hele ritueel uit te Gaan voeren. Wat er ook nog bij stond, is dat je zo'n redstone circle nodig gaat hebben. En die redstone circle gaan we nu gewoon eventjes neerleggen. Oh, er komt een zombie aan, dat is dan weer niet zo goed. Oh, oh een dikke lek zeg. Oh joh, ik lek echt helemaal gek. Holy shit. Oké, okay, maar in ieder geval, we gaan nu dus even gewoon hier zo de redstone circle afmaken. Hier eentje en hier eentje. En er zitten vanaf nu dus gewoon een mooie cirkel omheen. En wat ik dan allereerst eventjes wil gaan doen is het volgende: Ik wil namelijk als het ware een soort van tunneltje neer gaan zetten. Ik ga denk ik allereerst even door de nacht en slapen. Dan hoef ik namelijk minder lang te wachten zometeen, tot het zeg maar weer nacht is. Dus dat ga ik allereerst even hier doen. En daarna gaan we een tunneltje graven. Het is namelijk zo: We willen namelijk zometeen de Cursed Earth gaan verzamelen. Want Cursed Earth heeft gewoon als simpele bijeffect dat er gewoon heel veel monsters op gaan spannen. Dat gaan we zo meteen ook wel allemaal ondervinden. Maar in ieder geval, om bij dat kusteur te gaan komen, kun je het best gewoon even zo'n tunneltje eronder gaan graven. Omdat er dus echt gewoon in één keer heel veel mossen bovenop gaan spannen. En zie je dan nog maar eens zeg maar dat dirt weg te gaan minen. Ga zo meteen allemaal voor zich spreken. Even snel slapen. En natuurlijk, voor het hele ritueel hebben we ook een opoffering nodig. En die opoffering kunnen we gewoon heel erg simpel bij gaan pakken. Aan de hand van een Gravity Gun. Ik heb namelijk een dode malen Gravity Gun in elkaar gezet. Terwijl ik voorheen natuurlijk gewoon de Supercharged variant had. Die je maakt met de Nether Star. Maar toen de tijd had ik nog geen Twilight Forest in de modpack zitten. Die ik nu natuurlijk gewoon wel in heb zitten. Dus nu kunnen we het eigenlijk op een veel makkelijkere manier gaan doen. We gaan gewoon even alles voorzien van wat een bomen en bloemen. Dus daar komt een bloem. Of tenminste een boom in dit geval. En daar komt er eentje. Zo. En zo gaan we eigenlijk alles. Gewoon weer simpelweg voorzien van een sapling. En dan gaan we zo meteen gewoon kijken of we opnieuw de Twilight Force Portal open kunnen gaan maken. Hoe je trouwens je Twilight Force Portal breekt, is heel erg simpel. Als je namelijk gewoon aanstaat, moet je gewoon een blokje, zeg maar een blokje met dirt wat ernaast staat, moet je gewoon breken. En dan verandert de portal gewoon simpelweg weer in water. Heel erg makkelijk. Oké. Okay. En dan gaan we dit weghalen. Komt hier de laatste sapling. Hier een acacia. Oh, dat ging verkeerd. Hier een acacia. En dan gaan we hier de spruce sapling neerzetten. En vanaf nu gaan we dus gewoon simpelweg de normale gravity kunnen pakken En dan gaan we even je supercharge maken. Door binnen van een diamond. Oh, let's go. Daar gaat-ie. Doet hij het? Doet hij het? Hij, ja, holy shit, hij deed het. Uh, ja, hij doet het wel. Want kijk, hij is nu supercharged. Maar waarom hier eventjes wachten met het doen, dat uh, weet ik allemaal niet. Maar in elk geval, het gaat er dus nu op neerkomen dat we zojuist een nether star hebben bespaard. En wat uh, natuurlijk is 4 glowstone wel eventjes wat makkelijker op te hoesten dan een hele nether star. Ik heb nu dus twee nether stars. En ik moet eventjes kijken wat ik daarmee wil gaan doen. Maar inmiddels is de zon ook alweer dalende. En er zal een zo zometeen wel het voorschijn gaan komen. En vanaf daar gaat het ritueel beginnen. Ik heb er zin in. Let's go! Zo, inmiddels is middernacht weer aangebroken. En hier hebben we gewoon simpelweg ons slachtoffer. Die gaan we daar neerzetten. Kill maar. En kijk, dit is wat ik bedoel. Er gaat heel veel gewoon gebeuren. Er spant Cursed Earth. En er komen echt insane veel monsters. Gewoon jongens, even kijken. Welke was het? nou? Het was hier toch? Dat was hier volgens mij. Even uitkijken nu. Ja, kijk. Het is inderdaad hier. Oké, maken we het hier dicht. Nee, gaan we even weg. Zo gaan we dit dingetje killen en vanaf nu is gewoon simpelweg de weg vrij, kijk maar als het goed is zullen wij hier gewoon simpelweg wat cursed earth gaan vinden kijk maar hier is cursed earth, boven ons is cursed earth en noem het allemaal op en het voordeel van cursed earth is eigenlijk gewoon simpelweg dat het zeg maar gaat verspreiden zodra je het gewoon in een donkere ruimte naast normaal dirt neerzet, maar ik wil natuurlijk wel gewoon zoveel mogelijk gaan verzamelen dat ik echt zo min mogelijk hoef te wachten zo meteen oké, okay. we gaan dus gewoon zoveel mogelijk meenemen, zorg er wel gewoon echt voor jongens, dat je wel er gewoon voor zorgt als je cursed earth weghaalt, dat je het gelijk weer Opvult. Want je wilt natuurlijk gewoon niet hebben dat er zometeen echt gewoon duizend zombies hier beneden komen te liggen. Want uh, ja, daar zijn we eigenlijk best wel een beetje volkt. Oké, okay, zo. Dan gaan we hier nog wat curse earth weghalen? Zo. En natuurlijk kan je het wel proberen om, zeg maar, bovenaan de curse earth weg te halen. Maar geloof me, jongens. Het is echt een ongelofelijke rotklus als je het zo wil gaan doen. Want er spannen gewoon insane veel monsters. Kijk, hier zat alweer een spin. Nou, die laten we lekker staan. Die zit toch lekker klem. Fuck you. Oké, okay. en we gaan dus eventjes wat curse earth verzamelen. Dan kom ik zo meteen weer bij die terug. Zo heb ik in totaal 56 Cursed Earth te verzamelen. En nu is het eigenlijk gewoon een simpele kwestie van al dat Cursed Earth gewoon hier neerleggen. Ik zit er dan wel aan te denken om zeg maar twee aparte zones te maken. Dat ik het even allemaal wat makkelijker aan kan leggen. Want zodra ik natuurlijk hier Cursed Earth neerleg. En ik loop naar de andere kant toe. Spannen hier al monsters die gaan omlopen en die gaan mij daar lopen irriteren. Dus ik denk dat ik hier even een soort van scheiding ga maken, gewoon op deze manier. zo. Dat ik in ieder geval gewoon even een soort, soort van twee zones heb. De zone gaan hier beginnen met de allereerste rij met Cursed Earth. Dat gaan we gewoon neerkwakken. En en dan gaan we heel snel hier naartoe dat er niks meer kan gebeuren. Sluiten het af en dan gaan we zometeen gewoon kijken of we op deze manier gewoon morsen gaan spannen. Dat is natuurlijk gewoon punt nummer 1. Nou, die gaan er sowieso wel spannen, dat zie je al, dus gewoon gelijk. En punt nummer 2, of het ook daadwerkelijk uit gaat spreiden. Maar belangrijker nog, nee dat moet niet gaan gebeuren. D dat is niet de bedoeling jongens, dat hier zometeen ontploffingen plaats gaan vinden door die, door die domme mannetjes hier. Oké, okay, hier moet ik echt op letten. Ik zie daar wel gelijk gewoon mussel. Oké, okay, dat is mooi. Maar wat ik dan allereerst eventjes wil gaan doen, is natuurlijk gewoon hetgene waarvoor het allemaal bedoeld is. Ik wil namelijk gewoon die ene staf gaan gebruiken, weet jullie nog wel, met dat bloed erin. Even kijken, waar heb ik die gelaten? Ik denk dat die hier staat. Even kunnen... kijken... Pam, pam, pam. Waar heb ik die gelaten eigenlijk? Ik weet het niet eens meer. Ik, oh, ik denk in mijn backpack trouwens, nu ik erover nadenken. Even kijken. Ja, hier staat hij: The Maze of Distortion. En natuurlijk kunnen we hiermee gewoon simpelweg binnen één klik: alle monsters van het platform af gaan schieten. En dan kunnen we daarna gewoon gelijk gaan kijken of het hele systeem op deze manier gaat werken. Zo, dan gaan we ook gewoon simpelweg de andere rij doen. Aan de hand van Cursed Earth. Zo, dan gaan we dan die hier, die hier. Ja, zo. Hoppakee. En dan gaan we alles gewoon simpelweg dichtmaken. En vanaf nu is het gewoon de hele spannend. Helemaal klaar. Maar je ziet ook gewoon gelijk dat ook gewoon Cursed Earth uit gaat spreiden. We gaan als we meestal Distortion erbij pakken. Doen rechte muisknop ingedrukt houden. En dan gaan we hem afvuren. Kabam. En alles dondert naar beneden toe. En natuurlijk kunnen we vanaf hier gewoon gaan kijken of beneden ook echt daadwerkelijk de loot ligt. Want natuurlijk is dat wel gewoon zeg maar het hele idee erachter. Dat we gewoon simpelweg het bloed meteen weer op kunnen gaan pakken aan de hand van de bloed extractor dat we hopelijk ook gewoon allemaal necromancy dingen gaan krijgen zoals muscles, hearts, lungs en noem het allemaal op, al die dingen oké, okay, even kijken, ik was even aan het denken waar ik naar heen moest ik ga natuurlijk naar beneden toe, ik hem. ik moet trouwens wel wat meer vloedpowder gaan maken breng ik me nu want anders kan ik zo meteen weer terug naar boven toe en dan wordt het een beetje awkward oké, okay, maken we gewoon simpelweg nog wat vloedpowder, dus daar gaan we dan, die zijn binnen ik heb hier trouwens ook nog wat longen, die longen ga ik vast hierin gooien, zo Oké, okay. en dan kunnen we hopelijk ergens gewoon een snel en door necromancy heen. Als ik nu al die dingen heb. Oké, okay, dan gaan we over naar de loots. En dan gaan we kijken of hier beneden wat ligt. En deze dingen overleven het. Of die span hier, dat zou ook nog heel goed kunnen. Mmm, even denken. Ze zijn hier wel degelijk doodgevallen. Alleen deze monsters hebben waarschijnlijk echt heel veel levens. Maar die, die zijn ook helemaal niet agressief of iets. Maar moet je kijken hoeveel monsters inderdaad al gewoon te platter zijn gevallen? Dat zie je namelijk gewoon aan de hand van die bloedpunten. En die kunnen we gewoon simpelweg weer op gaan pakken. Aan de hand van de Blood Extractor. En dit is precies hetgeen wat ik wilde zien: natuurlijk gewoon al die loot, al die muscles, al die hersenen, longen. Noem het allemaal op. Het is echt gewoon super awesome. En ik denk eerlijk gezegd nu ik wat brains heb. Dat ik ook wel echt daadwerkelijk met necromancy verder kan. Gaan we de volgende episode naar kijken. Wat ik namelijk ook nog eventjes wil gaan doen. Tenminste wil gaan proberen is het volgende. Ik wil namelijk gaan kijken of ik een beetje een manier kan vinden. Wow. Wow, 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 wow. Ze overleven het soms wel, jongens. Dat vind ik echt heel raar. Want het is echt ongelooflijk diep gewoon. Dus wellicht dat ik hier nog een paar kleine tweaks aan moet toevoegen. Aan de hand van spikes of zo. Maar dat gaat helemaal goed komen. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat ik ook nog een manier wil gaan zoeken. Waardoor zeg maar de items automatisch verzameld gaan worden. En dit kunnen wij gaan doen aan de hand van een gloednieuwe mod. Namelijk aan de hand van, hier staat hij al: Contraptions. Alleen Contraptions is niet een al te grote mod. Maar je moet wel eventjes een aantal dingetjes gaan doen. Dus ik ga eventjes mijn hele inventory weer schoonmaken. Dit werkt in elk geval, daar ben ik wel blij mee. We gaan nog één keertje. Waarom deed hij het nou niet? Wat? Hij deed het niet, hij pakt hem niet. Oké. Okay. Maar in ieder geval, we gaan nog één keertje kijken hoe het nou eigenlijk gesteld is. Hierboven, wat er allemaal voor monsters staan en zo, ben ik wel benieuwd naar. Er staan er echt heel veel, zie ik in ieder geval. Ja, kijk. Creepers, mana dingen, slimes. Hier zijn nog een aantal dingen. We gaan gewoon anders de power nog eentje hoger zetten. Dan doen we wellicht iets meer damage. Dus gaan we dan. Kip-bam, daar vallen ze eraf. En daar vallen ze eraf. De slime is echter wel te dik. Daar heb ik echt niet aan gedacht. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit dan. Kijk, dan hoe snel ze spannend gek. Ze spannen echt insane snel. En je kunt ze echt allemaal gewoon simpelweg naar beneden toe krijgen. Oké, okay, ik ben hier wel echt heel erg tevreden over, jongens. Dit werkt wel echt gewoon super awesome. Precies hoe ik het in gedachten had. Dus dat is wel mooi. Maar, ik ga dus eventjes heel snel... Ze spannen echt insane snel. Ik ga dus eventjes heel snel naar boven toe. Contraption items erbij pakken. En dan kom ik zo meteen weer bij die terug. Zo, dan gaan we even kort kijken naar de Contraptions Mod. En eigenlijk het allereerste wat je moet gaan verzamelen zijn de zogeheten Iron Plates. En deze Iron Plates moet je gaan maken aan de hand van het zogeheten Smasher Pedestal. Dus die gaan we in elkaar zetten in combinatie ook gewoon gelijk met een piston. Dus die gaan we erbij pakken. vier cobblestone en een keer. bam, daar is de piston. En eigenlijk aan de hand van deze twee items, in combinatie met een lever, kun je gewoon gaan beginnen met deze super awesome mod. Deze mod wil ik denk ik gewoon neer gaan zetten in de kamer waar ik ook mijn flexbird Steam Power heb. Aangezien deze mod eigenlijk niet heel veel machines toe gaat voegen, die ik echt heel veel ga gebruiken. Het blijft echt gewoon beperkt tot een aantal kleinere machines. Dus ik denk ik wel genoeg hebben aan een kleine ruimte hier. Zo, dus laten we zeggen dat we het hier gaan maken of zo. Gewoon hier, mooie plek. En wat we dan nou gewoon simpelweg gaan doen is het volgende: We gaan namelijk hier een piston plaatsen. En daaronder plaatsen we gewoon simpelweg de smasher pedestal. En eigenlijk ben je al gewoon gelijk helemaal ready to go. Alleen nog een lever nodig. En kibam, je kunt gewoon gaan smashen. En dat smashen is ook gewoon precies hetgeen wat we voor nu gaan doen. Dus we gaan even kijken of we hier ergens wat iron ingots vandaan kunnen gaan pakken. Die we natuurlijk gewoon simpelweg kunnen gaan smashen. Dus dan pakken we hier gewoon een stuk of nou pakken we een beetje 15 vandaan. Zo. En dan gaan we eens even kijken hoe het allemaal uit gaat pakken. Het is alleen wel zo als je net met deze mod begint. Dan duurt het best wel zeg maar lang voor je echt aan dingen kan gaan beginnen. Uiteindelijk kun je natuurlijk wel gewoon gaan automatiseren. Maar ja voor nu. Kijk je kan klikken wat je wil. Maar er kan echt maximaal maar één iron ingot in. En vervolgens moeten we gaan kijken hoe we dus aan de iron plate gaan komen. En deze iron plate moeten we dus gewoon simpelweg gaan maken. Door middel van een smasher een iron inget en vervolgens moeten we gewoon 8 keer gaan slaan oftewel we gaan tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier komt de laatste 8 en kebam vanaf nu is hij omgezet naar nou, het volgende namelijk naar het zogeheten smashed iron vervolgens gaan we dit smashed iron overbrengen naar een smelterie. dat kan een tinkers construct over zijn dat kan een furnace zijn van vanilla minecraft maar het kan in dit geval natuurlijk ook gewoon een normale electric furnace zijn en dan gaan we dit Molten Iron eruit pakken. En dit Molten Iron gaan we opnieuw meenemen hier zo naar de Smasher Pedestal. Nu hoeven we geen acht keer te slaan, maar een enkele keer. Dus gaan we dan kibam en vanaf nu hebben we begonnen een Iron Plate. En met deze Iron Plate kunnen we pas echt gaan beginnen met deze mods. En kunnen we dus echt een aantal machines in elkaar gaan zetten. Dat gaan we de volgende episode doen. Voor nu is namelijk alweer tijd voor het openmaken van de Chance Cubes en de Chance Isaacarigans. Oké, okay, daar gaan we dan. Chance Cube nummer 1. Let's go. En het is Seed. Kyra, do it yourself, pumpkin pie. Wat? Wat? Ik, ik ben echt mindful nu. Wat is dit? Dit is gewoon sugar cane. Dit is een pumpkin. Oké, okay, dit is heel vaag. Dit is echt heel vaag. Oké, okay. snel over naar de tweede chance cube. Let's go. Dat is een witch. En wat doen we met witches? Die pakken we gewoon eventjes bij de slot. En knallen we gewoon lekker de lucht in. En dan zijn ze weg. Oké. Okay. Over naar de volgende Chance Archicode. We kunnen nog eigenlijk eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd. Beter gezegd de eerste. En dan gaan we kijken wat daarin gaat zitten. En dan ga ik jullie alvast ongelooflijk erg bedanken voor het kijken. Naar deze negentiende aflevering van de Queen Games Modpack seizoen 5. Heb je nou van genoten? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Dat motiveert namelijk enorm om videos voor je te blijven maken. En natuurlijk helpt het ook gewoon bij het openmaken. Van zoveel mogelijk Chance Cubes. Ook dat was de verkeerde. Maar natuurlijk gewoon per 70 likes gaan we één Chance Cube en één Chance Archicode kunnen openmaken. Nee. Nee, nee. En bij de 200 likes gaan we natuurlijk gewoon een giant chance openmaken. Hopelijk gaat dat de volgende keer weer gebeuren. We gaan het allemaal zien. Fuck, hij gaat spannen of niet? Is hij weg? Hij is weg. Oh, gelukkig. Ik, Ik dacht even, hij gaat spannen. Hij gaat gewoon opploffen nu en het is klaar. Nee, gelukkig niet. We eindigen lekker met een dikke legstoot. Geen idee waarom. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Peace.